Kijk, je bevindt je in een open veld, daar komt de vijand aan. Dan kun je blijven staan en dan kun je, zoals die jihadisten, zoals we op de televisie hebben gezien, kun je om de hoek van een gebouw, kun je zo in het wilde weg met je AK-47 schieten. Dat is niet verstand. Het verlossen, kunt u mij horen? We hebben een mail gekregen van een meneer die jouw advies lees eens iets ter harte had genomen. Alleen die zei van ja, ik heb voor na 30 jaar eindelijk heb ik een keer een boek opengeslagen. Nee, hij citeerde Rob Kems. Oh, die bij het winnen van de slimste mensen had gezegd van ja, ik heb ben nooit verder gekomen dan LTS zwakstroom. Dat was het. Wat ja. Al vrij geestig was natuurlijk. Maar Rob Kems bleek heel goed op de hoogte en een prima speler te zijn. En dus die man citeerde dat en die zei eigenlijk, ja, wat moet ik nou lezen? Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat hij wil lezen. En hoe moet ik het lezen ook? Hè? Hoe moet ik het lezen? Laat ik dus beginnen met het idee dat hij iets serieus wil lezen. Hij wil, ze als voorbeeld nemen, de Tweede Wereldoorlog. Hij wil iets weten over de Tweede Wereldoorlog. Nou, dan moet je eerst eens even kijken wat is, dat is natuurlijk af en allerlei werken waarin dat hele conflict eigenlijk samengevat wordt. Die heb je in allerlei maten en soorten. Ik lees nu bijvoorbeeld, heb ik verteld, het boek van die... Overy? Ja, van Richard Overy. Dat is bijna 900 bladzijden. Dus ik zou zeggen, begin daar nou niet. Begin met iets kleiners. Dat zijn handzame boeken waar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog uit de doeken wordt gedaan. Maar als u dat serieus wilt doen en u wilt er ook iets van onthouden. U wilt er iets aan hebben. U wilt daadwerkelijk serieus geïnformeerd worden, lees het dan serieus. En serieus lezen betekent dat u attent leest en bovendien streepjes zet onder die passages die u van belang voorkomen. En als u dat hele boek zo gelezen heeft, dan heeft u al van alles heeft u opgepikt uit, maar laat dat boek een weekje liggen, zou ik zeggen. En daarna neemt u het weer ter hand en u maakt een uittreksel op basis van de streepjes die u in dat boek heeft gezet. Als u dat gedaan heeft, dan zult u zien dat u vaak door het maken van dat uittreksel ineens ziet u beter wat de structuur van het boek is, wat de structuur van het verhaal is, wat eigenlijk de kernpunten zijn in het conflict, de Tweede Wereldoorlog. Hè, wanneer hadden de asmogendheden verloren? Is dat begin, is dat december 41 of is dat eigenlijk zomer 43? Nou, allemaal dit soort van interessante vragen. Dit is het advies wat ik altijd aan studenten gaf. Als je echt serieus je wil voorbereiden op een tentamen, doe het dan zo. Lees die boeken, ga niet zitten jachten, hè, want u weet natuurlijk... Wat is jachten? Jachten is dat je tentamen gaat zitten voorbereiden. Het is volgende week maandag, wat is het vandaag? Woensdag. Woensdag, vandaag. Jezus, volgende week tentamen, hoe krijg ik dat voor elkaar? Nee, er liggen nog 10 boeken, dat gaat niet lukken. Dus laat ik Jan, Piet en Klaas eens even bellen. Misschien ergens nog een uittrekseltje of zo. Of een lijstje van vragen van de laatste 15 jaar. Nou ja, maar dit typisch studentengedrag, dat werkt. En dan de laatste avond neem je een pilletje dat je niet hoeft te slapen. Dat deze in Amerika, tot mijn stomme verwondering. Inderdaad, nee, dat is dus niet de manier. Je moet het ruim van tevoren moet je beginnen. En dan leg ik altijd uit hoe je dus serieus een boek kunt lezen voor een tentamen. Gesteld dat je werkelijk iets wil weten. En onthouden, want dat is ook van belang. En dan keken ze altijd aan met zo'n medewerkende blik. Wal dan uit, sloven. Je denkt toch niet dat we streepjes gaan zetten in een boek. Laat staan dat we een uittreksel gaan maken. Kom op. Er zijn uittreksels in de handel voor, weet ik, dat was het, €2 toen ik afscheid nam. Toen hebben ze mijn hele reeks van die uittreksels cadeau gedaan. Slecht dat die waren, echt, wat een junk. Ik heb nog, voordat ik alle andere zaken te doen kreeg, heb ik nog gedacht, weet je wat ik doe? Ik maak uittreksels en die verkoop ik voor een hele aardige prijs. Het probleem is natuurlijk, die kun je allemaal kopiëren, dus je verkoopt ze één keer, dan is het klaar. Dus de studenten deden dat naar mijn idee totaal verkeerd. Maar deze meneer, met zijn LTS zwakstroom, doe het zo. Hè. Wat onderstreep je dan? Want je moet wel het goede onderstrepen. Nou, dat is heel interessant. Het is ook niet zo dat... Het is mij opgevallen dat boeken die ik bijvoorbeeld 30 jaar geleden gebruikt heb voor mijn dissertatie bijvoorbeeld, waar ik nog wel eens in kijk, dat je denkt van god, ik moet eens even opzoeken hoe dat zit eigenlijk.
dan valt me altijd op dat je denkt van die streepjes staan helemaal verkeerd. Ja, ik heb die streepjes in de tijd niet op de juiste plek gezet. Maar had je, wou je iets anders weten, zat je in een andere stroom van... Maar wacht even, de streepjes zet je onder de woorden, hè? Onder de woorden die je belangrijk vindt. Nou, hoe zou je het anders willen doen? Nou ja, je zou ook ervoor iets kunnen zetten, dat je zegt, deze alinea belangrijk. Je kunt Donald Duck op de bladzijde tekenen, als je dat leuk vindt. Maar nee, je moet onder de belangrijke passages... Ik heb bijvoorbeeld de neiging om veel te veel streepjes te zetten. Maar het fijne is dat tegenwoordig kun je digitaal lezen. Ik ben een heel anders dan vrijwel alle andere lezers. Ben ik een fervente digitale lezer. En je kunt in de Kindle app van Amazon kun je onderstrepen in meerdere verschillende kleuren. Ja. Dus dat is heerlijk. Dus als je denkt dit is heel belangrijk, doe je rood. En als je denkt nog belangrijker, doe ik donkerblauw. En dan alles wat ertussen zit, dat het varieert een beetje. Maar goed, als je bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, pak de eerste slag die belangrijk was. Dan moet je natuurlijk wel weten wat je dan onderstreept. Onderstreep je dan de dag of het jaartal of wat er gebeurt? Nou kijk, als dat een beetje een boek is, wordt het je wel duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is dat de Duitsers erin slaagden om met 7 panzerdivisies, niet waar, in 10 dagen van de Duitse grens naar Beviel te rijden. Dat wordt je behoorlijk ingepeperd. Maar, dus daar ga je vanzelf ook wel een streepje onder zetten. Maar wat onderstreep je dan daarin? Wat moet je daarvan onthouden, van dat deel? Bijvoorbeeld dat de Fransen totaal niet in staat bleken te zijn om deze aanval te stuiten. Dat de Fransen in feite totaal in... De Fransen hadden meer en zwaardere tanks in 40 dan de Duitsers. En toch hebben ze glad en totaal verloren. Ze zijn verpletterend verslagen door een superieur... En 100 keer sneller opererend leger dan het Franse leger. Dat wordt je allemaal duidelijk gemaakt in een behoorlijk overzicht van de Tweede Wereldoorlog. Ja, en wat je laatst zei van één Duitse tank in het begin van de oorlog vernietigde 10 Russische tanks. Is dat ook belangrijk? Dat is belangrijk, ja. Dat kun je ook zeggen, dat is maar een klein feitje. Eind van de oorlog is het 1-1. Dat is niet een klein feitje, omdat het natuurlijk van essentiële betekenis is hoeveel tanks worden er geproduceerd. Hoeveel tanks worden er uitgeschakeld. Hoe komt het dat die Russen... geleerd hebben hoe je veel beter die Duitsers kunt bestrijden. Hoe hebben de Duitsers zich aangepast? Dat is een van de leukste stukken in Overy, als we daar even op terug kunnen komen. Dat die laat zien dat er leergedrag is. In het begin is eigenlijk vrijwel iedereen kansloos tegen die Duitse panzerdivisies. Kansloos. Maar aan het eind van de oorlog is dat al lang niet meer zo. Hebben ze geleerd hoe ze dat aan moeten pakken. Hoe je die efficiënt kunt bestrijden. En de Duitsers hebben zich niet daar weer opnieuw... Jawel, de Duitsers hebben zich ook weer aangepast. Zeker. De Duitsers hebben in het algemeen verrassend succes opgevochten. Maar ja, als je natuurlijk in slaagt om de hele wereld tegen je te krijgen. Ja, dan haal je het dus bovendien. Als je natuurlijk eigenlijk je maximale oorlogsproductie bereikt in de herfst van 1944... Wanneer de oorlog in feite al twee jaar verloren is, ja, dan verlies je tenslotte toch. Zonder meer. Dus dat kan ik voor deze meneer, die iets over iets... Want hij moet natuurlijk ook een onderwerp kiezen. Hij kan ook zeggen van, nou ja, ik vind het wel lollig om bijvoorbeeld... ik weet niet hoe oud die man is. Hij zei dat het al 30 jaar geleden was of zo. Dus ik schat hem van gevorderde middelbare leeftijd. Dus misschien is hij geïnteresseerd in... De geschiedenis van Europa na 45, dan kan ik lezen, een heel aardig boek. Dat is Postwar van Tony Judd. Ook wel een beetje een pil, moet ik zeggen. De Fransen worden daar nog wel overschat, maar desalniettemin, het is een verdienstelijk boek. Er zijn ook dunnere boeken over de geschiedenis van Europa. Ik heb zelf een hele reeks van enorm dunne boekjes geschreven, dus daar kun je ook altijd mee beginnen. Ook weer streepjes zetten, denken om uittreksel maken. En dan, als u dat allemaal gedaan heeft, dan zit zo'n boek zit er goed in. Zal ik maar zeggen. Bovendien kunt u uw uittreksel bewaren. Dus als u over 5 jaar denkt, god, hoe zat dat ook weer? Die Duitse panzerdivisies, waren er nou 27 of 7? Nou, kunt u even, u kunt ook de Wikipedia natuurlijk raadplegen. In het algemeen zijn die stukken in de Wikipedia heel gevarieerd. Over alle onderdelen van de Tweede Wereldoorlog. Kunt u ook bekijken. Mijn boodschap natuurlijk aan de twitteraars is, u hoeft daar niet in te kijken. U weet dat allemaal al op basis van archiefonderzoek en interviews met oude Duitse generaals. Sorry dat ik toch weer even moet, als kletsmajoor, even moet verwijzen naar de Wikipedia. Het is niet bestemd voor twitteraars. Dat is
een publiek van een zodanig diepstekende kennis van voor hem alle denkbare onderwerpen. Dus. Als die mee zouden doen aan de slimste, zouden ze het ja, zo winnen. Sorry dat ik even afdwaal. Ik las op teletext dat een voorman van de beweging Herstel Nederland... dat heb ik ook gelezen, ja. Die is op gruwelijke wijze aan de COVID overleden, terwijl hij God beter 53 was. Hij was tegen vaccinatie. Levensgevaarlijk, die vaccinatie. Nou is die dood, 53 jaar oud. Ik heb nieuws voor in het Onze Lieve Galapen. Ik moet zeggen dat er ook in het, zelfs in het teletextbericht een ondertoon was van, hallo, sukkel. Ja, dat heb je wel zelf op je geweten. Al zijn er aan de andere kant ook weer mensen die natuurlijk zeggen, die vaccins werken niet. Kijk maar naar die nieuwe variant. Die vaccins werken prima. Niemand heeft gezegd dat ze 100% dekkend zouden zijn. Niemand. Nee, er zijn geen vaccins die 100% dekkend zijn. En Omicron is misschien wel een goede variant, want het is veel milder. Als dat nou, nou ja, wordt. Maar hij verspreidt zich sneller, maar hij is wel, hij schijnt er minder ziek van te worden. Dat is toch goed? Een soort van griepje. Ja, ik heb het net gehad, dus ik... Ja, maar niet om Omicron. Mag ik erop wijzen dat ik 2 maal gevaccineerd ben? En heel anders dan mijn voorman van Herstel Nederland heb ik het overleefd. Terwijl ik veel ouder ben dan deze man, namelijk 25 jaar ouder. En hij is overleden in het Onze Lieve Vrouwengasthuis. Dat werd er allemaal nog even bij gezegd. Ja, dus waar hij overigens een bed in beslag nam als niet gevaccineerde, wat beter gebruikt had kunnen worden voor iemand... Niet waar, die om andere redenen met het einde van het leven bedreigd wordt. Ja, maar jij had geen Omicron, hè? Geen idee, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Ik denk het niet, want hij lag er al weken, begreep ik. Ja, het heeft er lang over gedaan om dood te gaan. Nee, maar ik bedoel, jij had geen Omicron. Nee, dat is uiterst onwaarschijnlijk, want dan zou ik al 4 weken geleden, weet ik hoe lang, is het nou ondertussen geleden. Ja. Maar goed, we keren terug naar die meneer van LTS Zwakstroom. Dus ja, je moet een beetje weten welk onderwerp je wil. Maar als u het doet, lees langzaam en serieus. Laat u ook niet wijsmaken dat er mensen zijn die diagonaal boeken van 1000 pagina's in 2 dagen kunnen lezen. Dat is allemaal oplichterij en onzin. Als u een boek serieus wil lezen, dan gaat dat niet zo verschrikkelijk snel. Als u denkt, ja, ik wil lekker een beetje a tempo lezen. Dat je, het moet een beetje spannend zijn. En je denkt, oeh, gaat dit aflopen? Dat is wel een probleem met alle geschiedenisstuk, dat je meestal weet hoe het afloopt. En dan kun je bijvoorbeeld detectives of thrillers lezen. Die lees je heel anders. De kans dat je ook in een thriller overal onstreepjes gaat zetten en dan een uittreksel maakt. Vooral ook bij thrillers en detectives moet je een beetje tempo houden bij het lezen, omdat de verhalen vaak zo volkomen krankjoren zijn, dat zodra je erover na gaat denken, denk je nou... Dit is echt allemaal te gek voor woorden. Dus deze werkwijze werkt vooral voor geschiedenisboeken. Ja, wat ik ermee wil zeggen is dat je bij verschillende soorten van literatuur ook op een heel verschillende manier leest. Ja, precies. Ja. Ik kan me voorstellen dat hij Anna Karenina gaat lezen. Dat is ook weer ook bijna 1000 bladzijden. En dat is ook weer niet een thriller of een detective waar je even in 1,5 dag doorheen jast. Ik heb mezelf vrijgegeven deze... Nou, laat ik nog even terugkomen op deze eeuwige zondag tussen Kerstmis en Oud en Nieuw. Dat je denkt, wat moet ik met die dagen? Hè? Je kunt dat boek afschrijven waar je mee bezig bent. Nee, ik was niet geïnspireerd. Bovendien die val ik alsmaar in slaap, waarschijnlijk als het door de na-effecten van de corona. Dus ik heb nu 2 detectives gelezen sinds de kerst. En die zijn, maar dan moet je lekker blijven doorjassen bij het lezen. Hè? Dan moet je echt... En wanneer lees je dan? Heb je een favoriet tijdstip op de dag? Nee, op alle denkbare tijdschriften, tijdstippen. Ook in de nacht? Ja, ik denk wel dat ik... Ik heb gisteren wel, ik weet niet, tot nu 3:30, 4 heb ik zitten lezen in mijn... ik dacht, ik krijg hem wel uit deze detective, maar ik heb hem tenslotte niet uit. Nou goed, heb je hem niet uitgekregen. Heel aardige detective. Ik zeg, de Thursday Murder Club. Daar zijn nu 2 exemplaren van verschenen. Het is typisch Engels, dat moet ik er wel allemaal bij zeggen. Het is totaal onwaarschijnlijk, maar als je a tempo door blijft lezen, dan is het leuk werk. Ik wil ook wel eens een lijst geven van echt thrillers die, laten we zeggen, tegen de literatuur aanhangen. Het zou kunnen dat u ook met deze dagen een beetje worstelt en ik denk,
Wat moet ik hiermee? Lees dan Lionel Davidson, The Rose of Tibet. Een fantastisch, maar wel wat somberstemmend boek. Ook een soort thriller. Maar wel een hele merkwaardige, knappe thriller. Waar gaat het over dan? Dat ga ik niet verklappen. Waarom niet? Het is een heel interessant verhaal. Het is echt ook een ontzettend complex, ook een complex verhaal. Oh, dan ben je wel benieuwd. Ja. Nou goed, die zetten we erbij bij de show notes. Maar goed, deze tactiek werkt dus voor als je echt een tekst moet bestuderen, een boek moet bestuderen. Ja, zoals studenten het zouden moeten doen, maar het niet doen. En daar wil ik nog wel een flauwe opmerking maken over veel studenten. Die zijn, als het puntje bij paaltje komt, geen bal geïnteresseerd in de stof. Die zijn geïnteresseerd in de vraag, kunnen we zo het tentamen halen, ja of nee? En dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat of wat ook het onderwerp mogen zijn, het zal ze worst wezen. Ze lezen ze gebruiken een voddig uittreksel. Ze lezen die boeken helemaal niet. Er was ook zoiets met die eerstejaarswerkgroepjes. Wij gebruikten een boek van een meneer Joel over de 19e en 20e eeuw. Ik geloof tenminste dat het 19e en 20e eeuw was. En het was zo'n typische pocket. En je kunt aan een pocket zien of die opengevouwen is, want dan krijg je witte lijntjes op de rug. En ik heb ze wel eens erop geattendeerd. Als je nou toch niet leest, doe dan net alsof je het leest. En vouw dat boek af en toe ja, op. Knak het even open, dan kan ik. En wat en is dat, dat je daar dan al de helft van de cursus zit erop. En dan zie je dat het boek nog niet open geweest is. Dan denk je ook, God allemacht er nog aan toe. Waarom ga je dan geschiedenis studeren als het je eigenlijk in de grond niets interesseert? Ja, dat kan je wel een beetje. Ik vond dat uiteindelijk niet zo erg, je bent eraan. Ja. Want er waren ook mensen die enorm geïnteresseerd waren. Ja. Zijn er nog mensen die zich afvroegen waarom jij het boek van Mussolini bent gelezen, terwijl je wist dat de reis naar Rome niet doorging? Nou, dat wist ik nog niet. Dat was het hem eigenlijk. Ja, okay. Het is een heel dik boek, dus je moest wel op tijd beginnen. Dus niet van, jongens, volgende week dinsdag moet ik nog even een boek lezen van 800 pagina's. Nee, zo was het niet. Eigenlijk heb ik het besluit om niet naar Rome te gaan pas genomen toen ik wist dat ik corona had. Ja. Nou, dat was. Die test was geloof ik dinsdag. Ik zou donderdag naar Rome vertrekken. Dus dat is het moment. Was je al aan begonnen, ja. En maak je daar dan ook voor uittreksels van? Doe je dat nog steeds zelf zo? Ja, ja zeker. Daar maak ik ook een fraai uittreksel van. Ja. Ja. Lopende tekst ook, zeker. Ja. Overigens, handboek nou, soldaat. Klasje. Ik zou je een stapel uittreksels kunnen laten zien van de afgelopen 20 jaar. Ja. Niet te tillen. Dus als we jou af en toe zien zitten bij Boulevard, als je over de slimste weer vertelt, zeg maar tussen al die papieren, dat je nauwelijks zichtbaar bent, daar liggen ook die uittreksels tussen. Ja. Nee, die heb ik keurig geordend in de boekenkast geschoven. Ja. Voor het geval dat. Het handboek soldaat is nog steeds online in te lezen. Oh, dus, fijn. Op online zelfs. Ja, we hebben er een linkje bij gezet in de beschrijving van de podcast. Een pdfje. En dan kun je het helemaal, volgens mij 1937 stond erop, volgens mij. Wel een hele oude editie, lijkt me. Dat moet je niet hebben. Nee? Nee, je moet de meest recente editie hebben. Oh, nou dan gaan we. 37, joh, toen wisten we nog helemaal niet hoe de Tweede Wereldoorlog zou verlopen. Dus ik weet niet, in mijn herinnering ging het eerste hoofdstuk over het schuttersputje. Ja, dat moet je mij even uitleggen wat het is. Ik ken de term het schuttersputje. Schuttersputje. Kijk, je bevindt je in een open veld. Daar komt de vijand aan. Dan kun je blijven staan. En dan kun je, zoals die jihadisten, zoals we op de televisie hebben gezien, kun je om de hoek van een gebouw, kun je zo in het wilde weg met je AK-47 schieten. Dat is niet verstand. Hè? Ik geloof dat die sergeant ook altijd riepen, je moet alleen schieten als je ook denkt dat je iets kunt raken. Niet zomaar in het wilde weg. Aan die jihadisten, daar in Syrië of weet ik waar het was, Noord-Irak, daar kon je echt aan zien dat die daar echt geen enkele gevechtstraining hadden gehad. En ik heb het al vaker gezegd, vechten is gewoon lastig. Vechten moet je leren. En je zag ook, een Amerikanen gebruikt een heel ongelukkig systeem, om als in een bepaald peloton of regiment, of hoe die maar dingen mogen heten, als daar natuurlijk mensen uit waren gevallen, gewond, gesneuveld, om allerlei redenen, dat er dus jong volks eigenlijk piecemeal, moet je dat zeggen, man voor man nieuw in werd gestopt. En dat juist die nieuwelingen sneuvelden aan de lopende band. Terwijl die oude lui, die hadden er wel meer kaas van gegeten hoe je
in principe wat minder makkelijk zou sneuvelen. Ja, maar je was aan het vertellen wat het schuttersputje is. Het schuttersputje. Daar sta je, daar vijand na dat open veld. Dus ja, je wilt niet door de eerste de beste mitrailleurkogel getroffen worden of de eerste de beste scherpschutter. Dus je graaft een putje waar je in gaat zitten. Gewoon loopgraven? Nee. Een putje, een individueel putje. Als je het even wil, als er takjes in de buurt zijn, dan leg je ook een beetje takjes overheen en zo. Dat moet toch een hele diepe put zijn dan? Nou, dat hoeft helemaal niet. Ga je daar op je knieën in zitten dan? Nee. Je kunt er zelfs nog een soort stoeltje in scheppen als je tijd hebt. En je hebt een schepje bij je, vergeet dat niet. De soldaat heeft een schepje bij. Waar is dat schepje voor? Niet om zelfs in de zandbak van mijn kleuterschooljaren Maarten van Rossum op zijn kop te slaan. Nee, om een putje te graven waar je in gaat zitten, zodat je geen kanonnenvlees bent. Oké, dus je gaaf een... Tenminste, dat is wat ik me ervan herinner. Oké, en dan die schep hangt maar op je rug. Een editie van 37, daar vertrouw ik voor geen cent. Nou, ik zie hem je even op en dan kun jij hem eventjes... Dus deze meneer van LTS Zwakstroom, het is helemaal de vraag wat u graag wil lezen. Ja. U kunt van alles en nog wat lezen. U kunt natuurlijk nog leuker afwisselend lezen. Af en toe leest u eens een lekkere detective en af en toe leest dat u eens een heel informatief boek kan over van alles en nog wat. Historische problemen. Ja. Maatschappelijke problemen, economische problemen. Er is van alles en nog wat. Er is populair wetenschappelijk echt alles te krijgen. We doen even een vraag van iemand. Wacht, dan zit dat natuurlijk weer aan die auto vastgekoppeld. Dan moet ik dat even eraf halen. De berichten kun je inspreken via de app. En dit is iemand die ook wat heeft ingesproken. Goedendag, ik ben Max del Chambre en ik ben een groot bewonderaar van Maarten van Rossum. Ik luister al jarenlang naar al zijn colleges en sinds een halfjaartje ook naar de podcast. Ik had nog een vraag op de valreep van 2021. Mijn eerste grote leermeester was Godfried Bomans. En het is dit jaar dat Godfried van Bomans in het zonnetje wordt gezet, in de media wordt belicht. En dat komt omdat hij precies 50 jaar geleden is overleden. Het leek mij leuk als Maarten van Rossum, wiens eigenschappen ik zeer vind lijken op een bepaalde manier op Godfried Bomans, iets kan vertellen over Godfried Bomans. Want ik herken heel veel in hem. En hij is even boeiend om naar te luisteren, alleen in een modern jasje. Godfried Bomans. Moeten we even uitleggen voor de mensen die hem niet kennen wie dat is? Ja, Godfried Bomans was een bekende Nederlandse schrijver. Die denk ik, hij is niet oud geworden. Hij is overleden aan hartstilstand bij mijn weten. Ik denk dat hij nog geen 60 was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Deze meneer overvalt mij natuurlijk een beetje. Ja, we kunnen het ook op een ander moment doen. Omdat ik mijn actuele kennis van Godfried Bomans ook niet groot is. Hij was een zeer amusante spreker. Ja. Ook wel een amusante schrijver. Ik denk dat zijn bekendste boek is Erik of het Kleine Insectenboek. Wat ik ongelukkigerwijs niet heb gelezen. Maar ik heb wel eens die stripjes gelezen. Heette dat niet Pa Pinkelman of zo? Hij is overleden in ieder geval in 71. Nou, kijk. Ik zal even Wikipedia erbij pakken. Je geboren in Den Haag, columnist, mediapersoonlijkheid, schrijver. Wat was het geboortejaar? Het geboortejaar is 36. Nee, en, joh, dat kan niet. Wacht eventjes. Nee, pardon, 1913. Hij is de jaar dat hij actief maakt was. Maakt er wel een verschil uit. Ja, 1913 in Den Haag en hij is in 1971 in Bloemendaal overleden. 1913, dus hij was 6 jaar ouder dan mijn vader. Zo meet ik het altijd een beetje. Erik of het Kleine Insectenboek. Ja, dat is zijn eerste boek bij mijn weten. Het interessante natuurlijk van Godfried Bomans was dat hij een vrij succesvolle schrijver was. Hij ook oprichter van de Nederlandse Dickens Club. Hij was een groot pleitbezorger van de Engelse schrijver Dickens, geheel terecht, ongetwijfeld, een van de grootste schrijvers ever. Maar dat hij een tv-persoonlijkheid is geworden, want hij is denk ik een van de eerste enigszins intellectuele types die een uitgesproken en prominente tv-persoonlijkheid is geworden. Hij deed aan spelletjes mee, fameus is natuurlijk zijn scène met Marlene Dietrich. Ik zou al blij zijn als ik één zo'n been had. Er zijn meerdere dingen. Ik denk dat je een heleboel van die dingen kun je gewoon op YouTube terugvinden.
De strip heet Pa Pinkelman inderdaad in de Volkskrant. En later heeft hij columns geschreven in onder andere Elsevier. Ja, hij werd toen natuurlijk door de linkse brigade wel gezien als een conservatieve figuur. Wat hij ten dele ook wel was. Niet echt conservatief, maar zeker toch niet op dezelfde manier progressief als veel intellectuelen in de jaren 60 waren. Dat zeker niet. Wat kan ik er verder van zeggen? Vindt jou dat jij bepaalde karaktereigenschappen hebt? Ja, dat heb ik wel vaker gehoord. Natuurlijk. Maar waar zit hem dat dan in? En soms is dat positief bedoeld, soms is dat negatief bedoeld. Ik denk dat hij het positief bedoelt. Hè? Ja, dat denk ik ook, eerlijk gezegd. Ja, waarom dat in zit, is moeilijk te zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar wat had Bomans wat jij ook hebt? De uitgesprokenheid, denk ik, als ik het zo hoor. Ik denk dat hij betrekkelijk droog was. Dus het bekende schaterlachen wat bij tv-persoonlijkheden erbij hoort. Hè, dus dat je met wijd open gesperde mond, ja, zodat ook alle kunstmatige, reusachtige, blikkerend witte tanden goed zichtbaar zijn, langdurig moet lachen, dat deed hij ook niet. Nee. Een van de meest ordinaire dingen die je kunt doen is langdurig met open mond schaterlachen. Als je iets leuk vindt, zou ik zeggen, is een milde glimlach ruim voldoende. Dat is allemaal oplichterij en onzin.